De foto achter mij is niet gemaakt ergens in Frankrijk. Het is in Nederland, in het zuiden van Limburg, waar het vanmorgen best vriendelijk weer was. Maar we zien het: niet alleen blauwe lucht, er waren ook wolkenpartijen aanwezig. En er trekt vandaag wel wat bewolking over. Dus compleet zonnig? Nee, dat is het zeker niet. Op de satellietbeelden. Kunnen we die wolkenvelden ook zien? We zien de meest hardnekkige bewolking, overigens ten noorden van ons. Maar ook over onze omgeving is wat bewolking zichtbaar. We moeten vooral het vizier richten op dat wolkenplukje boven het uiterste zuiden van Engeland vanmorgen vroeg. Dat schoof onze kant op, activeerde ook nog wat, wist zich wat uit te breiden, en dat betekende daarna een vrij zonnige start van de dag dat er geleidelijk aan meer bewolking aanwezig was. En af en toe blijft er gewoon vanuit die zuidwesthoek wat bewolking over onze omgeving trekken. Er ligt een hoge drukgebied ongeveer. Ja, boven het zuiden van Nederland, boven Midden-Duitsland. Ten zuiden ervan is de lucht nog veel droger, dus daar eigenlijk alleen maar zonneschijn. En de lucht is daar niet alleen veel droger, is ook veel warmer. Dus ten zuiden van ons, daar zit nog echt enorme schroeihitte. Dat is overigens ook aan de andere kant van de kaart te vinden. Ook richting het Alpengebied, De Balkan, daar komen regelmatig temperaturen voor van meer dan 35 graden. En is het gewoon erg warm voor de tijd van het jaar. Nou, terug naar ons eigen landje vandaag. Tuurlijk, de zon die breekt van tijd tot tijd door. Maar er zijn ook momenten dat die bewolking best wel eventjes hardnekkig is. Dat er eigenlijk geen schaduw meer is te zien. Maar het blijft wel overal droog. En de temperatuur die zal uitkomen op zo'n 22 graden in het uiterste noordwesten van het land. In het Waddengebied. Terwijl landinwaartse temperaturen oplopen naar 25, 26 in het zuidoosten. Misschien wel 27 graden. De beeld zal waarschijnlijk zo rond de 25 graden uitkomen. Dus wie weet kunnen we weer een zomerse dag in de boeken schrijven. In ieder geval staat er vandaag niet al te veel wind uit westelijk richting. Aan zee is dat nog net een windkracht 4. Vanavond op de meeste plaatsen toch nog wel eventjes een hoofdrol voor de zon voordat die onder is. Maar zo her en der toch ook nog steeds wat wolkenveld. De temperaturen gaan geleidelijk aan omlaag, maar het blijft nog lang aangenaam. En komende nacht dan zal de temperatuur op de koudste of de meest warme plekken nog dalen naar zo'n 11 of 12 graden. En net als afgelopen nacht kan op diverse plaatsen wat nevel, mist of laaghangende bewolking tot ontwikkeling komen. Er trekken ook nog wat wolkenvelden over. Nevel en mist zullen morgenochtend vrij snel verdwijnen. En dan hebben we net als vandaag een dag waarbij op sommige momenten echt die zon eventjes mooi tevoorschijn komt. Maar verder schuiven er soms ook wel wat wolkenvelden over. Er vormen zich in de middag wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperatuur... Die komt misschien zelfs wel weer een graadje hoger uit. En dat betekent een 28 graden in Limburg, bij wederom niet al te veel wind uit westelijke richting. Nou, in de loop van de week, of aan het einde van de week moet ik zeggen, dan zien we geleidelijk aan wat veranderingen. Dat is donderdag al deels het geval. Temperaturen zijn vergelijkbaar, maar de luchtvochtigheid ligt wat hoger. Dus het zal voor het gevoel wat broeieriger zijn. Er is ook wat meer bewolking aanwezig. En vooral later op de dag kan er zo her en der een bui overtrekken. Lang niet overal, maar plaatselijk is ook wel onweer mogelijk. En ook vrijdag, ja dan staan toch wel her en der een paar buien op het programma. Vooral in het oosten kan er ook onweer bij voorkomen, want daar wordt het dan nog wel zomers warm. De dagen daarna gaan de temperaturen omlaag en krijgen we een heel normaal weertype voor eind augustus met een afwisseling van zonneschijn, wolken, af en toe een bui en in de middag temperaturen die rond of soms net nog even boven de 20 graden uitkomen.